Goedemiddag, ik sta bij een nieuwe auto. Hij staat helemaal netjes voor je klaar. Ik ga hem even uitleggen door middel van dit filmpje, zodat u hem later nog eens terug kunt kijken. In de deur heeft u de knopjes voor de ramen. Hiermee kan je ze achter vastzetten. Links achter bedienen, rechts achter, links voor, rechts voor. Met deze kunt u de spiegels stellen met de pijltjes. Dit is de linker spiegel en zo de rechter met de pijltjes. Als je nogmaals drukt, is die gedeactiveerd. Even in de auto zitten. Even starten ook gelijk. Ja. Even kijken. Achter het stuur heeft u hier de knop zitten voor de lanekeeping. Deze houdt je binnen de baan. Zo staat hij geactiveerd. En als je nogmaals drukt, staat er gedeactiveerd. Deze knop is voor het scherm achter je stuur. Om hem naar beneden is, wordt hij donkerder en zo wordt hij lichter. Dus dan zo zie je dat. Deze is voor de koplampen, die staan in principe goed, dus dan zou ik lekker zo laten staan. Achter het stuur aan de linkerkant heb je hier de verlichting. Die staat nu op de autostand, kan je ook lekker zo laten staan. En wanneer het bijvoorbeeld mistig is, zou je hem zo kunnen draaien, dan weet je zeker dat ze aanstaan. Maar zo gaat hij ook automatisch uit weer. Aan deze kant de ruitenwisser. Die kan je draaien, gaat hij aan de achterkant. Naar beneden gaat hij aan de voorkant naar je toe is sproeien. Plus en min voor het volume. Cruise control zit op het stuur hier. Zie je dan ook hier dat je hem gaat gebruiken. Wanneer je op de gewenste snelheid rijdt, kan je met Z kan je hem vastdrukken. En dan kan je met plus en min harder zachter rijden. Met deze, dat is de snelheidsbegrenzer. Dan kan je bijvoorbeeld instellen dat je niet harder dan 50 kan rijden. Dan kan je gas geven, maar dan gebeurt er niet veel. Wanneer de telefoon gekoppeld is met Bluetooth, zou je eventueel de naam van de contactpersoon in kunnen spreken die u zou willen bellen. Deze is voor het opnemen en ophangen van telefoongesprekken. Hiermee kan je door je menu heen. En met de pijltjes hier zo kan je ook door je menu heen. Hier heb je automatisch parkeerrem. Wanneer je rem intrapt, kan je op deze manier kan je hem eraf halen. En op het moment dat je gewoon gas geeft en hij staat er nog op deze manier, dan kan je ook gewoon wegrijden, want dan gaat hij er automatisch vanaf. Ventilatie. Door eraan te draaien kan je de temperatuur instellen. Hier om te bepalen waar hij blaast. En deze hoe hard hij blaast. Achteruit. Vooruit. Airco. En circulatie in de auto. Deze sluit je je deuren mee af. Gevarenlichten. Start-stop knop. Zie je ook hier zo. Dat is nu uitgeschakeld. En deze voor eventueel je rijmodus in te stellen. Kun je bijvoorbeeld op sportstand zetten. Dan krijg je ook een ander scherm hier. Eco-stand. Krijg je weer een ander scherm. Ik zet hem even terug op MySense. Dan heb je dit standaard scherm. Kan je ook hier aanpassen eventueel. En ook de verlichting. Ik zet hem even op oranje. Past mooi bij de auto. Navigatie. Wanneer je deze intoetst, kan je een adres vinden. Dan doe je land, plaats, straat en huisnummer. En dan druk je op start. En dan kan je naar de gewenste bestemming gaan rijden. Zo kan je ook eventueel een huisadres erin zetten. Radio. Hier staan al wat zenders, alle zenders in eigenlijk. En op deze manier kan je ze voorprogrammeren. Dus je gaat naar de zender. En voorkeuze. Zo zet je hem erin. Nou, ik zie dat ik bijvoorbeeld twee keer Sky Radio heb. Nou, dat deed ik een beetje expres. Want je kan op deze manier kan je gewoon, om te laten zien, even overschrijven. Zo kan je de voorkeuze helemaal instellen naar wens.
muziek. Wanneer de telefoon met Bluetooth is gekoppeld, kan je eventueel ook Spotify gebruiken van je telefoon. En dan muziek van je telefoon afluisteren. Bij je telefoon kan je de belgeschiedenis en contactpersonen vinden in je telefoonboek. Instellingen. Hier heb je rijondersteuning. Dan kan je verschillende rijhulpmiddelen aan- en uitzetten. En hier kan je bijvoorbeeld instellen hoe sterk je hem wil of hoe gevoelig die is. Parkeerhulp, nou dus je camera enzovoort. Die gaat automatisch aan. En dan de voertuigconfiguratie. Die staat ook nu allemaal aan. En dat kan je ook uitzetten eventueel. Maar hier bij systeem kan je je scherm aanpassen, je geluid, taal, datum en tijd en apparaatbeheer. En een gebruikersprofiel instellen eventueel. Voor man en vrouw bijvoorbeeld. Deze is rechtstreeks naar je instellingen. Deze is om naar je homescherm te gaan. Die kan je ook eventueel aanpassen. Deze is voor de volume. En deze is om naar al je apps te gaan. Dus het is best gebruiksvriendelijk. Maar mocht je een keer vragen hebben, laat het gerust weten. Anders rij je gewoon even langs. In het dashboardkastje liggen netjes de boeken van de auto. Dus ik wens u via deze weg alvast heel veel veilige kilometers. En tot straks.